het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, de Gaming Board, heeft gisteren een presentatie gehouden over de werkprocessen en verrichte werkzaamheden binnen het instituut. De presentatie had betrekking op de huidige invulling van het instituut. Het gaat onder andere om de rol die zij vervult door rapportages te leiden naar de ministers en de president als uiteindelijke bevoegde orgaan. Het instituut heeft vele taken en heeft veelal een adviserende taak, vooral wanneer het aankomt op de licentieverlening, licentieintrekking en schorsingen. Al jaren liggen stukken van overdrachten van gronden na familieoverdracht bij de notaris. Dit zal tot het verleden behoren. Grondbeleid gaat vanuit het kabinet van de president aangescherpt worden. De regeringsraad heeft goedkeuring gegeven om deze overdrachten rechtstreeks via de notaris te doen. Dit zal gebeuren middels een algemene beschikking die opgemaakt zal worden door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Alle gronden die van burgers ontnomen zijn, waarvan ze jarenlang gebruik maakten of die een vestiging hebben, zullen met presidentiële besluiten teruggedraaid worden. De VSB, ASFA en het Suriname Business Forum hebben assembleevoorzitter Marinus B. gisteren gevraagd om haar reces uit te stellen. Er moeten diverse wetten worden behandeld die nodig zijn om blacklisting door de Caribbean Financial Action Task Force te voorkomen. In november moet Suriname worden geëvalueerd. De deadline van verschillende wetten is eind september. Om blacklisting te voorkomen, zal Suriname voortvarend moeten werken aan de realisatie van de aanbevelingen van de taskforce.